Okay. Ja. Wat dit gaat betekenen voor Curaçao? Bom, de betekenis is ten eerste greep hebben op wat verkeerd ging in de bouw, al 7 jaar. We komen binnen als regering, de bouw was plat, de raffinerij was plat. De eerste rapporten van 2011 over 2010, alle indicaties dat de economische impact van de bouw plat, de raffinerij plat, geeft een slechte economische groei voor Curaçao. 0,6% negatieve groei. We eindigen jaar 2010 met een groei van 0,1%. Ja. Vanwege dit als een van de redenen. We starten de bouw terug. Weer in derde week december 2010. We hebben nu bijna een jaar dat het draait. Niet allemaal in orde. Want we hebben in de laatste 12 maanden ook problemen gehad. Maar ja, we hadden ook niet de totale greep van de bouw. Vandaag wel. Vanaf gisteren, de officiële overdracht is in de vroege middaguren gebeurd. Toen was de percentages van Marubeni Mitsubishi in handen van de RDK. Dus dat betekent nu dat RDK alle aandelen heeft van de bouw. En er is een nieuwe bedrijf, Cru, van de RDK, die natuurlijk de operations zal doen. We hebben een investeringsplan, $50 miljoen, plus minus. Dat betekent dus dat wij de achterstallige onderhoud die al 7 jaar niet gebeurt, de onderhoud die niet gebeurt, dat wij dat wel zullen aankaarten. Ja. De BO die heeft 4 belangrijke producten die ze afleveren aan de raffinerij. Dat is de stoom, de compressed air, water en energie. Er is een contractuele contract met de raffinerij over deze producten. Waarbij maandelijks $3,6 miljoen wordt betaald aan de bouw. Dat komt nu in de kassa van RDK. Dus dat betekent ook dat onze investering in de bouw niet in een lege pot of een lege put gaat. Het gaat naar een faciliteit die eigenlijk een bepaalde dienst moet leveren aan de raffinerij. Ja. En mag ik vragen welk akkoord er is gesloten met de Japanse aandeelhouders? Want ik herinner me van een persconferentie in mei dat zij best wel hoge eisen hadden. Ja, ze hadden... een jaar geleden waren de eisen $60 miljoen betalen. En dan konden wij de aandelen van hun overnemen voor $1. Die $60 miljoen hing van schulden en... eigenlijk garanties die betaald moesten worden. Dat route hebben we niet bewandeld. Na een jaar hebben wij iets anders kunnen doen. En dat hebben wij gisteren kunnen doen. Dat is dat voor $1 zijn de aandelen van Marubeni 25,5 en Mitsubishi 25,5 overgedragen aan de RDK. En natuurlijk het belangrijkste is dat wij wel als goede huisvader van de bouwplant de investeringen zullen doen die eigenlijk Aqualectra als vroegere aandeelhouder van de bouw en ook Marubeni Mitsubishi de laatste 7 jaar wel hadden moeten doen. Ja, precies. En u zei van dat nu de ISLA goed gaat lopen, omdat de bouw in handen is van de regering, zodat alles hier is. Maar hoe zit het eigenlijk met de toekomstvisie van de ISLA? Want die zou eigenlijk klaar zijn. Dat is een ander verhaal. Je moet de bouwplant zien als de hart van de raffinerij. Ja. Als het daar misgaat, dan is er geen raffinerij die draait. Contractueel is er een contract tot 2019. En tot 2019 in ieder geval moet de bouw wel goed kunnen functioneren. Er zijn een heleboel maanden van nu naar 2019 om die $3,6 miljoen contractueel te kunnen innen. Maar dan moet je het werk wel goed doen. En dat heeft te maken met het goede levering van stroom, goede levering van de stoom, goede levering van het water en ook van de compressed air naar de faciliteiten van de raffinerij. En dat is wat we eigenlijk zullen doen. Ja. En in de meantime zullen wij, zoals wij al eerder hebben gezegd, rapporten die wij mee bezig zijn, environment impact reports, studies die nu door professionelen worden gedaan. We hebben ook met de raffinerij kunnen praten, dus PDVSA, de hoge top, een aantal maanden geleden met de heer Asdrubal Chavez. Ja. Die is zelfs al 2 keer hier geweest. Ja. Om te praten over de toekomst van de raffinerij. In ieder geval, wij zullen overgaan naar een MOU. Dat de platform zal zijn om natuurlijk in de komende 6 maanden te gaan onderhandelen. Ja. Wat gaat gebeuren met de raffinerij na 2019? Ja, dus voorlopig gaat het nog om een upgrading van de ISLA. Er is een project, dat heet het PARIC project. Dat is een project van upgrading. Die is al 6 jaren, die ligt op tafel. Er was geen goede relatie tussen Curaçao en Venezuela met de voormalige regering. Nu lopen de dingen anders. We zijn buren, we hebben een relatie contractueel met de raffinerij.
En om, als regering moet je goede dialoog kunnen hebben met je buren. En in ieder geval zeker degene die een relatie hebt, ook van zaken. En in dit geval is PDVSA een van de bedrijven die natuurlijk hier op Curaçao een bepaalde contract hebben die te belangrijk is voor het eiland dat de dingen misgaan. Dus ja, het proces wordt bewandeld. Maar in de meantime, de problemen die we hebben, interne problemen zoals de bouw. Ja, na een jaar kunnen wij vandaag zeggen en hardkloppen op ons borst dat het werk het was geen verloren tijd. Nee, dus het is nu een belofte dat de isla niet meer zoveel zou uitvallen en dat mensen er niet zoveel last meer zullen hebben? Kijk, er zijn investeringen nodig. Anders zou het geen $50 miljoen gaan kosten. Totdat die achterstallige onderhoud wordt ingehaald met deze investeringen die we moeten doen, kunnen wij niet garanderen dat het 100% zal lopen. Nee. We krijgen vandaag de greep op de bouwplant. Er kan altijd iets gebeuren, maar het punt is wel dat wij vandaag de juiste beslissingen kunnen nemen. Dat konden wij gisteren niet doen, want daar zaten de Japanners en een Amerikaanse directeur. Die hadden eigenlijk in handen de besluiten en die namen eigenlijk niet het besluit om te investeren. En dat is eigenlijk wat de bouw nodig heeft. Er is een achterstand van onderhoud. En het enige wat moet gebeuren is de onderhoud, de investeringen in plans, bepaalde dingen. En ook iets heel belangrijk voor onze regering. Daarom is minister Constantia ook vandaag hier. Die te maken heeft met alles wat draait om de pollution, de uitstoot van de bouw. En we hebben al gesproken met de hoge top van PDVSA dat wij gaan praten over andere fuel. Vandaag gebruikt de bouwplant de pitch. Ja. Dat is een van de vuilste fuels die je kan gebruiken. Dat is een afval van het proces van het raffinageproces van de crude oil. We hebben al gezegd dat we overgaan naar een andere fuel. Wij gaan de pitch niet meer gebruiken als de fuel voor de bouw. En dat zal al een grote verandering brengen. Als wij op een gegeven moment D2 of D6 of fuel oil 6 zouden gaan gebruiken, dan gaan we gewoon praten over een andere uitstoot van de bouwplan. Dus er zijn in korte termijn kunnen wij nu andere beslissingen gaan nemen dat de Japanners gisteren en 7 jaar geleden niet hebben genomen. Dus je kan positieve dingen verwachten vanuit de bouw. En belangrijk is dat PDVSA, die vandaag de inkoop doet van deze 4 producten aan de bouw, dat zij weten dat een reliable partner aan de andere kant zit. En dat is RDK, dat is de regering van Curaçao. Ja, dat is belangrijk, want als er nu nog iets misgaat, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de overheid. Want voorheen werd gezegd, ja, maar de bouwcentrale die valt uit. Ja, maar de bouwcentrale is niet geüpgraded. Dus nu ligt de verantwoordelijkheid echt bij de overheid. Ja, vanaf vandaag, zoals ik al zei, investeringen die moeten gebeuren. We kunnen problemen morgen hebben, overmorgen. Dat betekent niet dat vandaag de greep hebben. Nee. Hebben we alles opgelost. Nee. Het is een proces, maar tenminste hebben wij wel in onze handen het manier om de juiste beslissingen te kunnen nemen en niet blijven investeren in iets dat niet van ons is. Want dat is wat al jaren aan het gebeuren is, dat de RDK die pompt geld in de bouwplant, terwijl de bouwplant voor een 51% aandelen in de handen zat van buitenlandse bedrijven. En dat konden wij in ieder geval als regering niet meer aannemen.